Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2010 Career Mode. Het is al een enige tijd geleden dat hier een video over is geplaatst. En met het einde van F1 2021 My Team Career Mode wil ik toch nog even snel F1 2010 gaan uploaden. Alle afleveringen van F1 2021 My Team Career Mode zijn nog gepland, dus die komen nog online. Maar misschien komt er tussendoor wel een video van F1 2010 online om dat even op te peppen. Want alleen maar twee video's van My Team Career Mode is ook al wat saai aan het worden. Dus misschien zie je af en toe wel even deze video of een andere video van F1 2010 verschijnen. We gaan dus verder in, volgens mij is het, als ik dat goed zeg, ik weet het al niet meer op welk circuit wij gaan rijden. Maar de vorige keer in Istanbul verliep niet goed. We hadden daar een kans op de race-overwinning, maar we verprutsen dat. Maar, ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan gewoon voor meer Formule 1 content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Reageer wat er gebeurd kan worden op deze video. Volg me ook even op de sociale media. @GiannanSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. We staan er niet goed voor in het klassement. Hebben heel veel punten verloren ten opzichte van Mark Webber. Dus dat moeten wij deze wedstrijd dus zien te dichten in Canada. Dat is deze aflevering dus. Maar heb je die vorige race in Istanbul gemist? Gewoon even op dat ietsje klikken. En dan zie je die video verschijnen namelijk. De oude paddock is weer terug. De agent is weer terug. En wat ook terug is, is namelijk de V8 motoren. 20 punten verschil naar Webber. Dus dat is een behoorlijk gat. Hopelijk kunnen we dat deze wedstrijd gaan dichten. Mijn teamgenoot heeft nog geen punten gescoord, blijft laatste en wij staan vierde in het constructeursklassement. Dat betekent op naar de kwalificatie hier voor de grote prijs van Canada. Ik moet even kijken in mijn hoofd wat ook weer de kalender was. Maar we zijn dus aanbeland in Canada, een heel andere layout. Bochten zijn hier anders. We hebben al gelijk Lucas Di Grassi die hier een beetje in de weg rijdt. En ik passeer hem hier gewoon om mijn eerste run te gaan beginnen in deze korte kwalificatie. Geen Q1, Q2 en Q3, maar gewoon een kwalificatie. En dus het kijken wat wij gaan neerzetten. Hopelijk is het genoeg voor de pole position. We hebben nog geen tijd genoteerd waarom. Ik verslikte mij in een bocht en daardoor was het invalid lap time. Dus die tijd werd afgepakt. Iets te veel curbstone meegenomen, daardoor de auto wat onbeland. En daardoor had je dus zo'n momentje. Maar wij noteren een 1.17.5. Pole position, voorlopig, zijn 2,3 seconden sneller. Dus de AI moet in de volgende wedstrijd omhoog. Ik heb hem zo laag gezet omdat ik, ja, echt maanden geleden dat het zover was dat ik weer F1 2010 upload. Terwijl Webber hier even in de weg rijdt en Kobayashi hier even in de weg rijdt. Dus vandaar dat de AI zo laag staat. Dat betekent dat wij pole position pakken met 2,3 seconden. Maar ja, dat is eigenlijk onrealistisch. Op naar de wedstrijd hier in Canada voor aflevering nummer 8 van F1 2010. Out of track. Move it, guys. Wants another points finish out of you this weekend.
De baas wil opnieuw een puntenfinish zien na deze grote prijs. We gaan beginnen voor carrière aflevering nummer 8 hier in Canada. We zijn los en we komen goed van onze plek. Vettel is ook goed weg. Wij verdedigen die binnenkant van die eerste bocht en dat is P1 weer behouden. Webber naar P2, dat is mijn titelrivaal. Samen met Vettel knokken hij om P2, Alonso op P4. Maar wij hebben een goede start meegemaakt. Niet zoveel aan de hand. En dat is goed om te zien. Leiden dus de wedstrijd hier in Canada nog 20 rondjes te gaan. En kijk maar, de pace. Wij noteren 27.3. En Vettel is gewoon 3 seconden sneller. Dat is het paceverschil met de Red Bull en de Marussia. Maar we moeten hier alles gaan geven om misschien toch te proberen naar de overwinning toe te rijden. We zijn tenminste wel snel in de bochten. Bij deze auto kan je het namelijk gewoon de auto gewoon in een bocht letterlijk gooien. En dan komt hij heel goed vooruit. Dus dat is wel goed om te zien. En we zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Het gaat al hard. En Vettel is al helemaal zoek gereden. En wij gaan steeds harder, want we laten een 1.18.2 noteren. We zijn een halve seconde sneller dan onze vorige beste tijd. Wat is het gat naar Vettel? Weet ik niet. Kan ik ook niet zien. Sorry, naar Webber. Webber is naar binnen, hoor ik, denk ik. Of is dat Vettel? Weet ik niet zeker. Maar wij gaan in ieder geval in ronde nummer 7 naar binnen. Oppassen dat we hier geen drive-through penalty krijgen. Hier is dan de pitbox. En dit had ik gewoon per ongeluk gedaan. Ik wist niet dat je het rempedaal moest gebruiken. Want ik ben F1 2021 gewend. En dit is weer even andere koek. 8.5, toch nog een goede pitstop van de Marussia mensen. De pitlimiter moet ook volgens mij worden uitgeschakeld. Ik weet niet hoe je dat moet doen. Ik denk met de knop. Ik heb die knop inmiddels gevonden. En het is weer P1. Maar het gat naar Alonso is inmiddels verkleind. Hij rijdt op P2. Hamilton op P3. Petrov op P4. Alonso naar binnen voor de harde band. En daar hebben wij de eerste blauwe vlaggen van de dag. Weet ik niet zeker. Nee, de tweede blauwe vlaggen van de dag. En het was volgens mij Ayrton Senna. Wat zeg ik nou weer? Bruno Senna, excuseer. Bruno Senna, ik zit in de war met de namen. Nee, het is Shandok. Karun Shandok die op een ronde wordt gezet. Gaat hier ook niet echt makkelijk aan de kant. Ja, alle namen moet ik echt even wennen. En als ik Senna zie, zie ik gelijk Ayrton. Maar dat is het niet, dat is Bruno Senna, zijn neefje. Daar hebben wij onze teamgenoot Lucas Di Grassi. Wordt op een ronde gezet in ronde nummer 13 alweer. Goed gedaan, Lucas. Webber op P2, Vettel op P3. Ik zou graag willen dat Vettel en Alonso Webber aanvallen. Dan is dat gat verkleind. En Senna gaat hier niet zo makkelijk aan de kant. Bruno Senna is het. Die daar niet zo makkelijk aan de kant gaat. Moet dat echter wel doen. Heeft hij denk ik van zijn oom geleerd. Maar goed, dat is andere koek. We zitten in ronde nummer 14. Als daar De La Rosa samen met, wie is dat? Alguersuari op een ronde wordt gezet. Oh nee, het is Rosberg. En Rosberg is hem kwijt. Nico Rosberg is hem kwijt. In ronde nummer 14. We zitten in ronde nummer 16 alweer. Het gaat hier lekker. Die Grassi nog steeds op de laatste plek in de grote prijs. En hier hebben wij denk ik Kovalainen. Of is dat Trulli? Dat is Kovalainen die op een ronde wordt gezet. Gaat hier ook maar net goed. Nee, dat gaat niet goed. Want Kovalainen zat daar nog aan die binnenkant. Wou er niet voorbij. En dus krijg je dat. En dan hebben we hier dan weer een blauwe vlag in ronde nummer 17. Is dat De La Rosa? Nee, dat is Kobayashi. Gaat hier mooi aan de kant. En dan is het op naar een hele groep jongens voor mij. We beginnen met, denk ik, Sebastian Buemi. Of Alguersuari, weet ik niet. Ik weet het echt helemaal niet. Nog 4 rondjes te gaan in de grote prijs. We moeten hier gewoon proberen dat snelste raceronde te verbeteren. We krijgen er geen extra punt voor. Goed, beter iets dan niet, zeg ik altijd. We gaan nog steeds aan de leiding in de wedstrijd. Het is Buemi die wij daar passeren.
rather than planned in order to avoid them. De ingenieur zegt ook, ja, je moet oppassen voor die blauwe vlaggen. Eerder of later, dan moet je er toch echt voorbij. Volgens mij heet die ingenieur Rob. Geen Jeff, maar Rob is dit keer de baas. Kijk eens, heel veel jongens voor mij. Te beginnen met, wie is dat? De La Rosa. Ik weet het echt niet. Wie is dat? Dat is Soutil. Adrian Soutil, die hier iets geks doet. Die hier niet aan de kant gaat. De volgende heet dan Robert Kubica. Oh, we schieten gewoon door en Soutil is weer van ons weggereden. Dat hoort eigenlijk niet. Wat doet Adrian Soutil in hemelsnaam, mensen? De AI is hier gewoon gek geworden. Helemaal gek. Hier ook weer. Kubica gaat hier gek doen. Barrichello gaat daar gek doen. Wat is het allemaal? En dan krijg je dat. Kubica, moet je maar ruimte laten. En Alguazari is de volgende. Oh, Alguazari! Of was dat Buemi? Oh mijn god, daar gebeurde iets heel vreemds. Ik zag het gelijk gebeuren. Sorry voor dat geschreeuw. Maar daar gebeurde iets heel geks. Ik heb er helaas geen replaycamera van, want die heb je hier niet in F1 2010. Je hebt hier geen onboards van andere rijders. Jammer maar helaas, maar er is iets heel geks gebeurd daar met een Toro Rosso coureur. Die is gewoon weg. Eentje minder. En hier dan heel veel blauwe vlaggen voor Schumacher, die hier nog meedoet. Massa, wat doet Schumacher daar in hemelsnaam? En dat was Vettel, die daar ook op een ronde werd gezet. Een hele gekke grote prijs. En we zitten in ronde nummer 20 alweer. Nog twee rondjes te gaan in de wedstrijd. Daar hebben wij Liuzzi en Button. Die knokken om een positie, maar die moeten hier ons wel voorbij laten. Dat doen ze beide mooi, jazeker. Dat doen ze zeker. Bij de hairpin. Aanremmen. We zijn de auto kwijt. We zijn de auto kwijt. En we moeten opnieuw die twee rijders voorbij laten gaan. Weer naar Adrian Soutil toe rijden. Dat wordt zometeen ronde nummer 21 van de wedstrijd. Dan zit de laatste ronde. Gaan we dan in. En dan is het op naar de volgende wedstrijd. Ik denk dat dat Valencia is. In Spanje. Liuzzi moet hier aan de kant. Doet hij ook mooi. En de laatste ronde loopt voor de grote prijs van Canada. Button moet ons ook voorbij laten. Webber gaat naar het podium. Wij verkleinen de achterstand met Mark Webber tot 10 punten volgens mij. En Button doet dit niet al te slim. Gaat hier niet zo makkelijk aan de kant. En daar ben ik het niet mee eens. Wij toucheren de Brit. Maar dat geeft niks, want wij gaan hier de wedstrijd winnen in Canada. Hoppata. Dat is er weer eentje. Die Grassi heeft op twee rondjes gezet. Op naar de volgende wedstrijd. Great drive. Great drive. You dominated the whole weekend. Paul and the race win. Fantastic. De uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Canada. We hebben ernaar 2 Alonso op het podium. Goed gedaan hoor. Alguazari helaas niet gefinished vanwege dat bizarre incident. Hamilton 4, Petrov 5, Button 6, Liuzzi 7, Felipe Massa op P8. De rest kan ik helaas niet zien. Maar we hebben helaas tweede geworden. Jammer, ik had gehoopt dat hij vierde zou eindigen. Dan zou het weer spannender gaan worden in het klassement om dat coureurskampioenschap. En vanaf Button iedereen op een ronde gezet. Bizar, bizar, bizar. Tweede in het coureursklassement. 135 punten voor Webber. Wij 122 punten verschil. Dus ja, het zit close tussen mijzelf en Webber. Hoop ik dat we in de volgende video er dichterbij komen. 88 punten verschil naar Red Bull is nogal groot. En met de hulp van Di Grassi ben ik bang dat wij dat niet kunnen gaan evenaren. Helaas, we moeten het helemaal alleen gaan doen. Is goed, Française. Ik weet niet wat je zegt. Maar goed, ik ga deze video van F1 2010 afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze wedstrijd. En video, heb jij genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse F1 content zien op mijn kanaal? Abonneer dan gewoon voor meer en schakel ook gelijk dat belletje aan.
zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Volg me ook even op de sociale media. @GianLandschouwen op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het Gianland mensen. Tot de volgende keer bij F1 2010 of F1 22. We moeten het allemaal maar even zien. Maar gewoon, ja, is het vooral. Dank voor het kijken en tot de volgende video.